Bam! Bam, bam, bam! Goedendag mensen. Man, ik ben vandaag weer naar de kerk geweest sinds een hele lange poos. Grappig om te zien. Er is bijna niks veranderd. Dus ja, was wel leuk. Leuke preek was er. Ik ging voor de prediger, degene die preekte als het ware. Daarvoor ging ik trainen, want ik ken hem. Dat is een goede vriend van me. Dus ging ik daarheen om te kijken. En daar is mijn zusje die aan het kijken. Hi, zie je? Ja, ja. Dat is mijn zusje. Oude snoept. Wat is er? Ik hoorde je praten, toen dacht ik, dat wil ik zien. Dat wil je zien. Zou wel zien hoe ik te werk ga. Wat leuk. Interessant. Maar eten klaar trouwens? Nee. Nog steeds niet. Nou, ik ga zo naar beneden. Ik heb zin om te eten. Ik heb nog steeds niet gegeten de hele dag. Dus, maar zo gaat dat, Irene. That's how it goes and it's dark. Irene, ja. Wat heb je tegen mensen gezegd? Ik weet het niet. Je weet het. Ik kan niet 1, 2, 3 iets verzinnen. Nou. Ik heb wel. Abonneer sowieso. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. En luister goed naar Joost's verhalen, want ze zijn echt gewoon fantastisch. En je leert er wat van. Doei. Raar, ja? Hoezo raar? Voelt dat apart, ja? Nou, mooi. Is wel leuk, hoor. Oh, jongens. Muziek. Hey. Mayweather heeft gewonnen, ja, trouwens, die gevecht van gisteren. Van zover ik zag op social media. Ik heb het gevecht niet kunnen volgen, jammer genoeg. Maar Mayweather heeft volgens mij gewonnen, dus ja. Dat is wel lachen. Ik ga even kijken of ik hem kan zien. Ik zie nu wat, maar via YouTube en zo. Dus ik ga daar kijken, denk ik. Even tjes. Dat was wat. Yeah, weet je hoe Mayweather eruit komt? Zo grappig. Mayweather komt als een kleine boef, komt ie. Serieus, dit is Mayweather. Hij komt gewoon als een boef eruit. Maar the nigga won the match, man. The man of the match. Tenminste, voor zover ik zag nogmaals, hè. Dus ja. Het is wel lach om te zien, joh. Conor McGregor. Het is zo anders, joh. Het is zo anders. Hij mag niet schoppen, joh. Hij moet boksen. Hilarisch dit. You have absolute control over only one thing, and that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.